Fijn dat u hier allemaal bent. Welkom namens de werkgroep Beveiligingsmonument Welberg. Welkom aan onze wethouder Marijke Vos, die namens de gemeente hier is en ons straks voorgaat in het leggen van bloemen. Welkom de nabestaanden van de burgerslachtoffers, waarvan ik er enkele zie. Welkom de veteranen, waarvan ik er ook verschillende zie. Welkom de jongens van de scouting. En uiteraard welkom iedereen van Welberg en Steenbergen. Fijn dat u er bent. Want ook in Canada is men betrokken bij onze herdenking. En er zijn ook in Edmonton hebben zich mensen verzameld om eigenlijk samen met ons te herdenken. En samen met ons onze klok en hun klok te luiden. We zijn hier samengekomen om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Hier, op deze plek, gaat het dan met name over de slachtoffers die vielen bij de bevrijding van Welberg en Steenbergen in 1944. Maar we doen dat wel in verbondenheid. Verbondenheid met het herdenken elders. Want al kende, en voor sommige mensen is dat nog steeds al kent, Welberg haar eigen pijn die stond niet op zichzelf. Om echt te begrijpen wat oorlog is geweest, of om echt te begrijpen wat oorlog zou kunnen zijn voor de jonge mensen, dan moet je eigenlijk al die slachtoffers van al die herdenkingen, van al die lokale herdenkingen moet je bij elkaar zien. En daarom sluiten wij, als werkgroep in ieder geval, ons straks nog aan bij de gemeentelijke herdenking in Steenbergen. De lokale slachtoffers van 1944 zijn ook onlosmakelijk verbonden met die onder de Canadese bevrijders. Vanuit die verbondenheid in het verleden, maar ook werkend aan verbondenheid in de toekomst, staan wij hier eigenlijk samen met de mensen van het South Alberta Light Horse Regiment. Dat is eigenlijk Alberta's regiment. En de members of the Dutch Canadian Club in Edmonton. Ook zij staan stil en stil bij en stil voor de Nederlandse dodenherdenking. En luiden zo meteen tegelijk met ons hun klok. We nemen dat van hieruit op en dat zetten we op Facebook en dat doen zij daar ook. Zodat onze directe verbondenheid ook samen echt gedeeld kan worden. Dus straks is dat met z'n allen terugkijken. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them.
Ik dank u allen zeer voor uw aanwezigheid en voor uw bijdrage. Nog heel even ter afsluiting wil ik heel even kort vooruitkijken naar 2019 en 2020. Want dan 2020 is 75 jaar bevrijding. Hè? En eigenlijk voor Welberg is dat al in november 2019. Bij die 75-jarige herdenking van de bevrijding, de Slag om de Schelde, waar wij eigenlijk nou het laatste stukje van herdacht hebben. De slachtoffers op Welberg waren mee van de laatste van de Slag om de Schelde. Die Slag om de Schelde krijgt een prominente plaats bij dat 75-jarige herdenken. Dus het heeft lang geduurd, maar dit is hier, wat hier gebeurd is echt belangrijk. En het wordt steeds meer en meer erkend. En dat is ook doordat u er bent, maar ook in de overdracht, hè, in de verhalen, in het onderzoek wat er gebeurt. Dus die Slag om de Schelde komt steeds meer op de kaart. Dus daarmee ook Welberg. Maar dat komt nog. Voor nu, ja, voor degenen die meegaan naar Steenbergen, hoop ik nog een waardige herdenking en alles een fijne avond. Hartstikke bedankt dat u er was.